Een goede eerste indruk maken hangt vaak af van hele kleine dingen. En dan kan het soms ook voelen dat die kleine dingen ervoor kunnen zorgen dat je eerste indruk niet goed verloopt. Verkeerd jargon of misschien wel een mislukte handdruk of niet de gepaste kleding voor een formele situatie. Kan allemaal heel ongemakkelijk aanvoelen. Maar gelukkig zijn het allemaal heel overkomelijke zaken. Je moet jezelf dan wel weten te herpakken om toch een goede eerste indruk te maken. En in dat herpakken wil ik je een aantal tips meegeven. Dingen die je beter kunt vermijden om een goede eerste indruk te maken. En dingen die je juist wel kunt doen of zeggen om ervoor te zorgen dat jij ook een goede eerste indruk maakt. Oké, laten we beginnen. Het eerste waar je mee moet stoppen is alleen gebruik maken van je voornaam wanneer je je voorstelt aan mensen die je nog niet kent. Hoi, ik ben Nick is gewoon een stuk minder indrukwekkend dan hoi, mijn naam is Nick Schoenmaker. Nederlands Debat Instituut. En natuurlijk ga je niet overal je functietitel of de organisatie die je vertegenwoordigt noemen. Doe dat alleen in situaties waarin dat gepast is. Maar stop in ieder geval met alleen het noemen van je voornaam. Je maakt jezelf daarmee een stuk minder belangrijk dan je eigenlijk bent. Het volgende dat je beter kunt vermijden is te veel gebruik maken van het woord sorry. Voor veel mensen lijkt dat tegenwoordig een soort van standaard openingszin te worden. Sorry dat ik je even stoor. Sorry dat ik even onderbreek. Maar wanneer je stoort, wanneer je een gesprek onderbreekt, dan doe je dat toch voor een goede reden. Het is dus helemaal niet nodig om er sorry voor te zeggen. Maar het werkt ook nog een andere kant op. Want wat ik heel vaak zie als trainer van mensen die overtuigender willen leren spreken, is dat ze excuses maken voordat ze aan hun overtuigmoment beginnen. Ja, ik heb het niet zo goed voorbereid, maar goed, ik moet hier toch staan. Of ja, sorry, ik ben natuurlijk geen expert, maar ik wil toch even laten zien wat ik ervan vind. Hou daarmee op! Je staat er, spreek, overtuig en excuseer jezelf niet. Het laatste waar ik bij stil wil staan is het tolereren van ongewenst gedrag. Als je een goede eerste indruk wil maken, dan zou ik je gelijk adviseren om dat niet langer te doen. Laat ik je een voorbeeld geven. In een ver verleden, toen ik een van mijn eerste baantjes had, ik was ongeveer 17, toen hadden we op een gegeven moment een overleg met de directeur van de maaltijdvoorziening waar ik werkte. En hij maakte semi-grappend een opmerking of ik niet even koffie wilde halen. Toen heb ik gelijk gezegd, nou volgens mij weet je zelf waar de koffieautomaat staat. Ik vond op dat moment dat het niet gewenst was dat ik in een rol werd weggezet als de jongen die wel even koffie gaat halen. En ik heb er gelijk iets van gezegd, terwijl het de directeur was. En ik snap dat je wellicht denkt, dat vind ik best wel eng om te doen. Of misschien voel je je nog niet zeker genoeg om dat tegen iemand te zeggen. In een hogere positie dan degene die jij bekleedt. Maar het is wel echt belangrijk om wat jij vindt dat grensoverschrijdend gedrag is, gelijk te benoemen en niet langer te tolereren. Het resultaat was namelijk dat ik na die opmerking nooit meer een vervelende opmerking in die trant kreeg. Ik werd veel serieuzer genomen. En daar moet jij ook voor zorgen. Maar vind je het nou eng om te doen of wil je een beetje oefenen? Probeer het dan in situaties te doen waarin de belangen wellicht wat minder groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan een gerecht wat je in een restaurant voorgeschoteld krijgt en dat veel te zout is. Probeer dan ook te zeggen, dit gerecht is te zout, ik zou graag een nieuwe willen. En dat is misschien al moeilijk genoeg, maar ga het vooral proberen. Ga het doen en tolereer dus niet langer gedrag waarvan jij zegt, hier gaan we een grens over en dit wil ik niet. Ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd welke situaties jij naar voren wil brengen, waar jij mee worstelt als het gaat over het maken van een goede eerste indruk. Laat dus in de comments hieronder weten met welke situaties jij moeite hebt of waar jij beter in wil worden. En dan gaan we je zoveel mogelijk proberen om daar antwoord op te geven door ofwel links naar onze andere video's te sturen of om gelijk even een tip mee te geven in de comments. Doe het dus hieronder. Natuurlijk, zoals altijd, vergeet je niet te abonneren op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debat Instituut en like deze video.